What's up guys, welkom bij een nieuwe Let's Play en dit keer is Resident Evil 3 aan de beurt. En I know, ik ben een beetje late to the party, maar door alle Doom geweld, Animal Crossing geweld had ik er gewoon nog geen tijd voor. En nu wel, en dus gaan we erin duiken. We hebben natuurlijk vorig jaar de Resident Evil 2 remake gehad, wat echt een fantastische remake was. Ik was behoorlijk onder de indruk. En dit is Resident Evil 3. Ik kan me heel eerlijk er weinig van herinneren. Ik heb het vroeger wel gespeeld. Ik kan me herinneren dat hij iets meer actievol was ten opzichte van Resident Evil 2. Maar hoe de hele game ook weer in elkaar stak, ik ben er gewoon compleet vergeten. We gaan nu gewoon de demo checken. En gaan we kijken wat we ervan vinden. Her name is something Valentine. It's Jill. Nice to meet you, Jill. I am UBCS platoon leader Mikhail Viktor. My team was sent here to rescue civilians. Right. How's that going for you? The city is completely cut off, isolated. Most of the 100,000 civilians will wind up dead. Correction, undead. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. But we need help. My men cannot do this alone. All right. I'm in. But I am on their side, not yours. Oh, hey. It's cool. We all want the same thing. Thank you, Jill. All right, Super Cop. Here you go. We can use this to stay in contact. I know what a radio is. Okay, first things first. We need to get you geared up. Head up to street level. You'll find supplies there. Cool. Gaan we doen. Hey jongens, ik ben hier bezig met de PC-versie van de game. Dat heb ik ook gespeeld met Resident Evil 2. Even ammo crafting guide. If you run out of ammo. Gunpowder plus high grade gunpowder. Attack gunpowder. Cool. No. There we know. Ik speel dus de PC-versie en ik moet heel eerlijk zeggen, Capcom heeft echt fantastisch werk afgeleverd met de nieuwe RE-engine. Resident Evil 2 zag er al ongelooflijk mooi uit en ook dit ziet er werkelijk waar fantastisch uit. Ik heb deze demo dus nog niet gespeeld. Dit wordt een eerste playthrough. Dus het kan zijn dat we nog niet alle puzzels gelijk weten. To me again. You topside yet? Working on it. So what's the plan? The old tanks got me clearing the tracks. You mind getting the subway infrastructure back online? And how do I do that? Let's start by restoring power. I'll navigate you to the substation once you hit the main road. Copy that. Let's do this fast. Reactivate the power at the substation. Okay. Ja, dat weten we al, toch? Ja. Ik heb het idee dat als ze zo'n briefing voor je achterlaten, dat het hier ook gewoon iets ligt nog. Nee. Dat is vaak wel zo natuurlijk. Het lijkt toch van niet. Nope. Misschien hier iets? Nee. Mick is natuurlijk altijd een beetje een dingetje in Resident Evil. Helpt bij de spanning natuurlijk. Gelijk reloaden. Hopelijk is hij dood. Nee dus. Godsamme.
Handgun ammo. Don't mind if I do. Oh shit! Lekker. Hij is nog niet dood hoor. Denk ik. Nou, toch wel. Die Nemesis zag er wel echt gruwelijk uit, man. Ik vond hem vroeger op de PlayStation 1 al best wel vet eruit zien. Maar de vernieuwde Nemesis is echt something else. Carlos, I've reached the main avenue. Which way do I go? See a big transmission tower? That's the substation. You'll have to circle around through an alley to your right to get there. You mean the alley that's on fire? Maybe. Surely a tall drink of water like yourself can put out a few flames. Fuck you. Okay, rustig. Gotta put this out. Ja, lijkt me maar dat we hier iets mee moeten doen. Ja, ik wou net zeggen. Wat moeten we dan doen? Ik heb alleen een knife. We moeten dus een wrench gaan vinden, denk ik. Waar de fuck kunnen we een wrench vinden? Kijk. Hij heeft al een wrench in zijn handen. Maar kunnen we hier ergens naar binnen dan? Nee. Oh god. Okay, kom maar naar deze barrel. Doe een barrel roll. Fuckers. Het liefst ontwijk ik de zombies, maar dat gaat hem absoluut niet worden. Don't let him creep up on you. Godsamme, zoveel mogelijkheden. Vraag me af, hè, zijn al deze levels nou één op één nagebouwd? Of zitten er ook gewoon nieuwe areas in? Een zombie. Oh. Stay down. Fuck, jongen, dat bedoel ik. Die gasten, jongen. Gunpowder. Ik wilde geen gunpowder, ik wilde een wrench. Godsamme. Geef me een wrench. Oké, maar... Daar gaan we nog niet naar beneden, want het... daarmee komen we gewoon weer op de straat waar we waren. En we hebben natuurlijk gewoon iets nodig, voordat we door kunnen gaan. Ja, de andere kant maar even op dan. Wat een change of pace met Doom Eternal, zeg. Dat heb ik de afgelopen week de hele tijd zitten spelen, maar... Ook een old school game. In een nieuw jasje. Ja, nee, dat, dat gaat hem niet zo worden. Ga me toch niet vertellen dat daar de wrench in zit, hè? Dat zou echt bullshit zijn. Hair tonic van Umbrella. The new safe is just perfect. Nobody knows the code, not even my wife. It's a secret between me and my beautiful Aqua Cure Queen. Aqua Cure Queen. Okay. Gunpowder. Get it. Waarom spatten sommige hoofden gewoon echt open en de anderen hebben echt 5 kogels nodig of zo? It's way too many bullets. Way too many bullets waar ik comfortabel mee kan zijn.
Nou, hier gelukkig nieuwe in ieder geval. Holy shit. Nee, hier ligt verder niks. Okay, back where we started. Oh shit. Shit, shit, shit. Trap hem! Fuck! Ik hoorde hem al om afstappen. Godsam. Jesus! Wat is mijn aim off? Stay down, please. Wow, dat waren echt vier grote misperen, zeg. Red Herb, nou, cool. Gooi me daarin. A great gunpowder. Daarmee kunnen we dus straks shotgun shells maken. Als we een shotgun vinden. Het zal wel, toch? Gelukkig handgun ammo. De Aqua Cure Queen. Dat moet dan wel een poster daar of zo zijn dan, toch? Anders weet ik het ook niet. Dat is diezelfde dude, toch? Of niet? Laten we eens kijken bij Kite Bros Railway. Kwamen we daar juist uit? Ja, daar kwamen we uit. Jezus. Wat een hoop fucking zombies. Yes, please. Nee, dat heeft echt een sleutel nodig. Green herb. Maar, wacht even, inventory is vol. Dus, wat doen we? Even deze combinen met deze. Bolt cutters, die hebben we zeker nodig. Doen we even... Nou, deze dan maar even weg. Ja, doe deze maar even weg. De bolt cutters, maar waar kunnen we die voor gebruiken? Huh? Zou het voor deze zijn? Nee, toch? Nee. Die bolt cutters gaan belangrijk worden, maar... Waar we die kunnen gebruiken is mij nog een raadsel. We zitten hier achter iets. Welke deur kwamen we hier nou? Oeh, shit. Dat is de deur waardoor we heen kwamen. Mijn god. Ah, kom op man. Het waren drie headshots. Wel aardig wat handgun ammo, moet ook wel. Nee! Dude, hoe kan je zo schieten? Ik schaam me echt kapot. Oh fuck. Wauw. Die was dan wel raak. Jezus. Wat je nou... Oh, huh? What the fuck? Blijf nou eens gewoon liggen, joh. It's better for you, better for me.
Voelt alsof ik op dit knopje moet drukken, maar mag niet. Ja, hier waren we al omhoog gegaan, toch? Is hier boven iets wat we kunnen knippen? Heb ik iets gemist? Oh mijn god, ik hoorde er alweer eentje. Deze gaan gewoon niet dood. En nu is het klaar. Green Herb even gebruiken. Ja. Nee, daar kunnen we dus niks. Nee, dat werkt dus ook niet. Eentje voor de zekerheid. En daar kwamen we uit. Kunnen we hier naar binnen? Nee. Ik ben echt al zo vaak geraakt en ik heb echt al zo vaak gemist. Daar kunnen we ook niet naar binnen. Gast, blijf nou eens gewoon liggen, man. Oh, zijn animatie op een afstand was echt een hele lage FPS. Terug de donut store en kijken wat er aan de andere kant is dan. Stay down, motherfucker. Ja, je had ik wel gezien. Komt hij naar binnen, denk je? Het staat wel echt recht voor de deur, man. Ja, zie je. Ik wilde wegrennen, maar. God. Ik wilde nog wegrennen. Ik ga dit gewoon niet overleven. Ah, de boltcutters. Yes. Use. Geef me wat green herbs nog, alsjeblieft. Of een first aid spray. Hey, die lag net toch in dat gangetje, of niet? Ah, nee. Meen je dat nou? Ah. Wordt zo genaaid in die game, man. Handgrenade. Nou, cool. Daar was ik niet naar op zoek. Was ik ook niet naar op zoek. Ah, wat een ramp. Wat een ramp. Lord Jesus, help me. Oh mijn god, dit was helemaal voor niks. Echt helemaal voor niks. Wel bijna dood nu. Jesus. Blijf nou eens gewoon liggen, man.
Dan zijn we Nemesis nog niet eens tegengekomen, man. Kybro's Railway. Nou, laten we hier eens kijken dan. I need help. Firehose. Okay. Die kunnen dus eraan verbinden. Cool. Violence getting worse and worse. These past days, got a shotgun for when it hits a breaking point. That should keep it safe away from any will be loot shooters. If things are so, cut the chain and bust out the sucker. Nou, je wil het net dat we een bolt cutter hebben. But. What a surprise. Yep. Kunnen we hier nog in kijken? Ja. What the fuck moet ik met al die handgranaten, joh? Cool. Kan ik die twee ook nog met elkaar combineren? Of gaan die gewoon twee spots inhouden? Ja, kijk. This must be the subway company's offices. Please, first aid spray. First aid spray. At which the train was so. Once power has been restored, please use the control panel to confirm the stations at which the train will stop, as well as which track segments will be used. If the route entered is unsafe and an error will occur and operations will not resume. Okay, cool. Ik wil eerst overleven, man. Oeh. Nothing. Dit is toch de oplossing? Oké, okay, dus deze. Dan dus de tweede. Daarvan ook de tweede. Daarvan ook de tweede. That's it. Het is gewoon de hele tijd 2-2-2. Ik ben echt bang, man. God. Ik heb nog maar 9 bullets. Dat is ook niet zo gek met mijn 1. Even kijken, waar was de fire? Volgens mij aan de andere kant van de donutzaak. Oh. You died. Cool. Nou. Dat krijg je dus als je geen first aid kits hebt. Oké, okay, let's get the hell out of here. Ja, hij hoeft me maar één keer te raken en ik ben er al geweest. Ja, kijk, daar gaan we al. Ah, godsamme, serieus, Koos? Oké, weet je wat? We gaan daar niet in. We gaan niet die cutscene triggeren. Kijken wat er dan gebeurt. We gaan gewoon via deze kant op. Daar liggen dus wel bullets. Die heb ik zeker nodig. Even reloaden. Oh, mijn god,
zat er weer eentje bovenop de trap. Give me a break. Ja, die gaat weer opstaan. Ah, kom op man. Nou, wat een verrassing is dit. 6 bullets te gaan. Worst playthrough ever. Oh my god. Ja, zie je, dat was die hier in het gangetje lag. Oh my god, hier zit er dus een. Hoeveel fucking shots to the face moet je hebben? God. Kan ik hem door deze deur heen schieten, denk je? Natuurlijk niet. Hé, ik moet door die deur, Frits. Kom er dan doorheen. Kan gewoon niet. We moeten via die ene weg. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Blijft zo, hè? Godsamme. Het is toch niet te doen? De pharmacy. Waarom heeft de pharmacy niet een first aid spray voor me? Hoe bestaat dit? Hoe heb je hier geen first aid spray liggen? Ik heb het nodig, man. Kom op. Ik ben zo verzwakt. Ik kan letterlijk niet terug naar die ene plek. En dan is het meteen over. Ja, ik weet het ook niet meer. Ik zit gewoon vast, want dit kan niet. Ik kan niet door die deur heen, want hij hoeft me aan te kijken en ik ben dood. En als ik niet door die deur heen loop, kan ik niet verder. Well played, sir. Well played. Ja, er ligt helemaal niks, hè. Er ligt echt helemaal niks. Wat als ik meteen met een shotgun... lastig val. Dit kan toch niet, joh. Kan toch niet. Hier moet toch wel air... Ligt er één green herb in die hele game? Eén? Eén. Ja, dood. Ah, kom op man. Geef me dan ook een kans.
Verschrikkelijk. Nee! Use. Kan dat? Ja, ook al zitten mensen achter me aan, kan ik hem gewoon gebruiken. Thank you for playing. Oké, jongens, dat was mijn playthrough van Resident Evil 3. Helaas moesten we hem assisted afsluiten. Omdat mijn health gewoon te laag was om überhaupt nog voorbij Nemesis te lopen. De game ziet er prachtig uit. Is ontzettend sfeervol. En na mijn ervaring met de Resident Evil 2 remake heb ik het volste vertrouwen in Capcom dat ze ook weer met Resident Evil 3 Nemesis een werkelijk pareltje afleveren. We hoeven niet lang meer te wachten. In april komt hij uit, volgende maand. En dan kunnen we ermee aan de slag, jongens. Let's go.